Onze hoofdsponsor Soudal en Inasens en co-sponsor Sfero en Sanders en bijzonder vier uur presenteren hiddenomiddag de wedstrijd. Koninklijke voetbalclub Westerlo, Sportingclub Eendracht Elst. Beste voetbalvrienden, bijzonder hartelijk welkom hier in het cupje in Westerlo, waar de graden hoger zijn dan overal in België vandaag de dag. Bijna 30 graden voor deze wedstrijd. Mooie affiche tussen Westerlo en Eendracht Elst. Welkom uiteraard eerst aan onze eigen supporters. We hopen dat ze het beste stemmen hebben meegebracht en het beste zonnebril hier om deze wedstrijd mee te maken. Wij horen jullie vandaag massaal te horen. Heel veel decibels dus. Ook welkom uiteraard van onze gasten hier. Een heel avontuur hebben zij al meegemaakt in de verschillende competities. Ooit in de eerste nationale ook. Ooit ook Jan Keulemans als trainer gehad. Bijzonder hartelijk welkom aan de supporters van Eendracht als Hiddenomiddag. Even Jendel de Kuiper zagen we daar even, die we in de gaten moeten houden. Aalst op die rechterflank. Loopt graag met de bal de 16 binnen. We hebben het al vaker gezegd, maar hij zou wat meer die actie mogen durven maken. Wat stramme hamstrings, lichte blessure. Benieuwd of dat vandaag zal blijken in zijn spel, al dan niet. Dat is een heel knappe actie. Hier is Di Gregorio met de voorzet. De goal! Stavros Gloeftis en de 0-1. Westerlo koud gepakt. Eerste echte goede kans. Maar die bal van de Kuiper daarnet. En Eendracht Elst. Ja, een beetje een fenomeen. Revelatie aan het worden in de beginfase van de competitie. Gloeftis opnieuw. Ik ook al gescoord tegen STVV. Nog eens kijken. Een prima actie. De schijnbeweging van Gunst. En dan is daar Di Gregorio op maat. En Gloeftis wordt veel te vrijgelaten. Dan moet er gewoon zijn binnenkant voet tegenzetten. Het is toch iets te gemakkelijk die goal gepakt. Kijk eens. Di Gregorio. Pieter Maat, dan moet er diepte zijn bij de Kuiper. En de Kuiper mag alleen door. Martijn dan. Martijn die scoort. 0-2. Onwaarschijnlijk Eendracht Elst. Wat beleven zij een seizoen. De uitbraak. De Kuiper prima voorzet. En dan Martijn. Die in de eerste fase buiten spel liep. En dan werd er ingehouden. Kreeg de Kuiper die bal. En dan scoort hij de 0-2. Nog eens kijken. Hier de diepte. Cendo de Kuiper, gevaarlijke man op de rechterflank. Dat hadden we al verteld. En dan Martijn, prima afgewerkt. Veel beter kan je dat niet doen. Zo'n bal met de binnenkant voet. Rustig. Kenmerk van de spits. Dat gewoon even tegen de netten te prikken. Hier is Martijn, na uitzinnige vreugde. Terecht natuurlijk 0-2. Dat is met potentieel. Goede voetballers. Van de Noordgaat, er komt. Tweede paal. En die goal. Ja, die bal viel daar ineens binnen. Dus Kevin Geudes bleek een verloren bal te zijn. En de aansluiting is een feit. 1-2. Maar verrast. Bleek een verloren bal. En dan toch aan de tweede paal Kevin Geudes. En dat opent perspectieven. Van Westerlo. Nog eens kijken. Ver aan de tweede paal daar. Geudes richting de verste hoek. Prima kopbal. Een soort van halve lop. Eerst de Kesters weggeduwd. Kesters met Van den Berg.
door. Een overtreding van Eijk. Op een hele goede plek. Een van die ultieme mogelijkheden. Het is nog ver. Molenbergs heeft een prima trap in de voeten. Kan ook plaatsen met kracht. Concentratie bij Van den Noordgaten. Krijgen we nu de gelijkmaker. Molenbergs, tweede paal op de lat. En de kopbal dan op de goal. Jawel, de gelijkmaker in extremis. Westerlo op 2-2. Na die vrije trap, die lang onderweg was, niet al te krachtig getrapt. Die viel daar plots op de lat. En zo binnengewerkt. Kevin van den Berg. Dat is zijn derde van de competitie. De makkelijkste uit zijn carrière. Maar hij zit er wel in. Wanneer fluit Vertente de wedstrijd af? Kloeftsis. Wie kan er nog mee? Kloeftsis. Is dat nog een overtreding? Nee. En hij fluit hem af. Kloeftsis teleurgesteld. Zo goed als 5 minuten overgespeeld. En 2-2 uiteindelijk het resultaat. En iedereen stik dood. Voetballen bij 30 graden. Het is niet ideaal. Dat zagen we in de eerste helft. De boel een beetje verlamd was. Ik denk dat we rap een doelpunt tegenkregen en dat dat een domper was voor ons en dan konden ze helemaal achteruit leunen. Ja, en dan zijn er weer een paar kantelmomenten geweest die naar mijn inziens, ik zou nog graag de beelden eens terugzien, maar die fase op mij denk ik dat wel penalty was. En dan die vrijschop van Bart, volgens mij wordt hij met de hand uit de toel gehouden, dus in de muur. En op die fase wordt het 0-2, dus dat zijn momenten dat het 1-1 wordt in plaats van 0-2 en dan is het een heel andere wedstrijd weer. Dus, laat ons zeggen dat het niet mocht zijn. Een wedstrijd denk ik, met twee gezichten. We komen dan ongelukkig 0-2 achter, twee counters. De eerste helft was van ons niet goed. Ik denk heel veel balverlies en dan schakelen ze weer snel om. Zoals alle ploegen denk ik, die hier komen spelen. Maar ik denk dat we goed teruggevochten hebben. De bedoeling was zo snel mogelijk scoren en dat hebben we gedaan. En dan hebben we pompen totdat die gelijkmaker viel of de winning goal. Dus ik denk op karakter hebben we toch nog een punt kunnen halen. Eigenlijk op basis van de tweede helft kan je ook wel tevreden zijn met dit resultaat, dat de situatie nog rechtgetrokken is uiteindelijk. Hè? Ja, zeker. Met rust had de trainer ook op gehamerd van jongens, als we een goal kunnen maken, dan kunnen we misschien nog winnen. En de bedoeling was zo snel mogelijk scoren. En ja, dat is dan gelukt. En toen kreeg iedereen vertrouwen en bij alles beginnen ze te twijfelen. Ja, en dan denk ik dat je toch tevreden nog mocht zijn met een punt, gezien dat je 0-2 achter staat met rust. Ik vond dat we zwak aan de wedstrijd zijn begonnen, ondanks de 0-4 nederlaag tegen Dessel, waar we wel van achteruit goed hebben gevoetbald. Dat zagen we vandaag de eerste 25 minuten zeker niet terug. En voordat je het weet loop je op twee counters, sta je 2-0 achter. Ja, en dan wordt het moeilijk natuurlijk, maar ik vond de tweede helft, de mentale weerbaarheid van de jongens, dat vond ik wel positief. Inderdaad, het verschil tussen de eerste en tweede helft, daar is echt een klik gemaakt in de kleedkamer, denk ik. Hè? Ja, maar op die moment sta je 2-0 achter en dan kan je twee dingen doen. Of die kopjes gaan naar beneden, of je kan nog eens opheppen en hopen dat ze de boodschap begrijpen. En als we een doelpunt kunnen maken, dan is alles nog mogelijk. Dus we hebben nog 45 minuten. We hebben ook de laatste 15 minuten waren we goed bezig. Maar dan loop je op een tweede counter, 0-2. Dus dan krijg je een koude douche. Maar ik zei, dan kan je twee dingen doen. Ofwel gaan de kopjes naar beneden, ofwel gaan we er met z'n allen voor. En het tweede hebben we gedaan. Vanuit de tribune kwam er nog wat kritiek op de scheidsrechter. Wat wil je daarover zeggen? Over de scheidsrechter wil ik niet te veel zeggen. Ik weet wel, het is een jonge kerel. Hij is maar 5 of 26 jaar. En heeft een aantal moeilijke beslissingen moeten nemen. Pro, contra. Dus, maar
ik denk over het algemeen dat hij het goed gedaan heeft. Dan moeten we deze puntenverlies niet opsteken. Ik denk dat we vooral veel te zwak aan de wedstrijd zijn begonnen. De hand in eigen boezem moeten steken en werken naar volgende week toe. Dat we vanaf de eerste minuut geconcentreerd en attent zijn. Ja, want vorige week die wedstrijd tegen Lommel, alweer een wedstrijd die eigenlijk moet gewonnen worden. Hè? Een wedstrijd die we willen winnen. Zeker moeten, vind ik een raar woord, maar dat is zeker een wedstrijd die we willen winnen. Ook naar onze supporters toe, want als je hebt twee wedstrijden gespeeld, twee keer gelijk, dus je bent toch verantwoordelijk voor iets meer. Ik denk dat we ook iets meer moeten brengen. En dat hebben we vandaag alleen de tweede helft maar gedaan. En, maar dat zijn wedstrijden die we zeker willen winnen. Ik heb ze gisteren nog gezien op Antwerpen, dus het is een goed voetballende ploeg. Ze gaan er ook een punt halen. Het zal niet gemakkelijk zijn, maar we gaan er alles aan doen om de eerste zege daar thuis te halen. Ja, nu moeten we tegen Lommel weer winnen en het zal altijd voor ons zo zijn. Maar ja, we gaan gewoon blijven werken en die ploeg is nog niet 100%. En we zijn nog altijd komende en ik hoop dat binnen een paar weken dat we echt op dreef zijn. Hè.